Oké, luister jongens. Als wij deze draft winnen, dan brengen we de kaart hoogstpersoonlijk langs. Samen gewoon. Samen toch? Naar de winnaar. Ja toch. Hermanos y hermanas van Team Janico. Super goed dat jullie kijken en welkom bij een nieuwe Dual Draft. Ik ben vandaag met Usama. Super tof dat je er bent. Yes, man. Heel leuk, heel leuk. Ik heb er heel veel zin in. Ik wil vooral aan je vragen, hoe belangrijk is FIFA voor jou? Speel je wel eens FIFA? Elke dag, man. Gisteren nog. Elke dag? Elke dag. Dus bijna elke dag. Dus we mogen veel verwachten van de aflevering van vandaag. Dat ik wel kan spelen, ja. Oké. Okay. Ja, naast FIFA ben ik ook best wel benieuwd hoe je zeg maar zelf was als voetballer vroeger. Veel mensen hebben misschien bij N in de auto gezien dat je zei dat je de bal nooit afgaf. Nee, man. Maar ik wil iets meer weten. Wat voor voetballer was je vroeger? Gewoon een technische middenvelder. En ik stond ook vaak op linksbuiten. Mooie trap, mooie pas. Mm-hmm. Ik ga niet zeggen snel, maar ik kon wel rennen. Mm-hmm. En qua niveau, heb je het idee dat je speelde je hoog? Ik heb wel hoog gevoetbald. Ik heb stage gelopen bij Heerenveen. Mm-hmm. Ik heb bij Zeeburger gevoetbald, bij DWS, OSV, DWV. Best wel veel voetbalclubs gehad eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Okay. En denk je dat je door voetbal ook beter werd in FIFA? Of denk je dat het niet waar is? Ja, maar zeker. Laat ik het anders zeggen. Zijn goede voetballers altijd goed in FIFA? Ja, ik denk wel dat ze gewoon kunnen spelen. Maar niet per se goed. Maar je hebt wel bepaalde inzichten of zo in het spel. Ja, okay. Zoals de kijkers weten, ik verras altijd iedereen met hun eigen FIFA futkaart. En jij dus ook, ik heb hem hier liggen. Ik ga je daarmee verrassen. Ja, en ik wil natuurlijk van je weten zeg maar, of de kaart een beetje lijkt op de voetballer die jij bent of was. We hebben samen één keer gevoetbald bij Creators FC. Klopt. Volgens mij heb ik toen gewonnen met penalties. Ja, klopt. In ieder geval, Usama, hier is je eigen futkaart. Hey. Top. Hier is je geworden. Geen stress. Laat maar zien aan de kijkers. Wat ik me sowieso afvraag, waarom het Red Bull... Leipzig, die wou je erop. Waarom is dat? Red Bull toch, omdat we vliegen toch? Nee, maar ik weet niet, maar ik vind die logo gewoon dik. Daarom Red Bull, je weet toch. Oké. En als je naar de statistieken kijkt, dan linksbuiten van 95. Hoge snelheid, hoge dribbeling. Klopt op zich wel. Ja, die 92 wel. Die techniek sowieso, die dribbeling moet sowieso 99 zijn. Mm-hmm. En passing ook 99. Ja, deze kaart klopt, man. Je bent er wel tevreden mee. Ja, zeker. Goed, ik wil je vragen om op deze kaart je handtekening te zetten. Eén van de kijkers kunnen deze winnen. En wat moet je nou doen? Je moet geabonneerd zijn op dit kanaal. Laat hieronder weten waarom je hem wil winnen. En gooi je duimpje omhoog voor deze video. Dat is eigenlijk alles wat je hoeft te doen. En dan krijg je deze kaart misschien wel langsgebracht door mij of opgestuurd. Dat checken we nog even. Usama zet zijn handtekening erop. En we gaan beginnen met de duel. Let's go. Hermanos y hermanas van Team Janico. Usama, het is showtime. Ja, wat al gezegd, 4-2-3-1 gaat het worden. Ja, je kan hem kiezen. En vanaf nu is het eigenlijk gewoon jouw draft. Dus ik wil gewoon weten waarom je gaat voor bepaalde spelers. Noem maar op. Dus ik ben benieuwd. Jij moet het team gaan maken en wij gaan ermee spelen. En we proberen natuurlijk te winnen. Let's go, man. Yes. 4-2-3-1. Yes. Opstelling, man. Dit is de captain, toch? Ja, dit is de eerste. Ronaldo direct, man. Ik ga voor Ronaldo. Ik heb meteen een goede vraag. Messi of Ronaldo? Messi, man. Ja? Ja, sterk. Maar ik ga voor Ronaldo. Sterk. Spit, man. Oké. Dan gaan we gaan door. Maar ik mag gewoon waar ik maar je mag wil. Sowieso alles doen. Het is juist leuk als... Ik wil linksback beginnen. Wat vaak gebeurt is dat mensen hier komen en ze hebben helemaal hun eigen visie zo. Ja, maar ik moet linksback beginnen. Oké. Okay. Even kijken, man. Het zijn wel goede kaarten. Het zijn Team of the Season kaarten. Ik denk dat ik deze links ga, man. Sterk. Ook op... maar die andere is ook snel. Ik denk dat ik gewoon voor deze... Het is een hele goede kaart, hoor, deze. En zeg maar, met dit dan probeer je daarna dus ook een Spanjaard. Ja, toch daarom. Dan ga ik voor de teamgeest, toch? Voor de chemistry. Daarom wil ik voor deze gaan. Precies. Nu naar die CV gelijk. Ramos of zo. Hey. Ja, maar Ramos, man. Perfect, man. Toevallig. Ik hoef niet eens te kijken, maar Ramos, Sats. Perfect. Mooi. Al gelijk voor die tweede CV. Kijk eens. Umtiti, man. Hey, je snapt het wel, hè? Umtiti, man. Gaat best wel goed. Goede start. Ja, toch? Ben benieuwd. Maar let maar op, je gaat op die CAM's, ga je beter spelen zeggen dan de B. Ja? Ja. Nu. Denk je? Nu. Gaan kijken, toch? Zie je? Zidane. Bro, mag ik gewoon wat van? Ik wil Zidane erin, toch? Kan gewoon, toch? 100%, maar... Zidane, wat ik grappig vind, is zeg maar... Drinken, man. Zeg maar, andere gasten die werden helemaal lijf om Ziyech, toch? Heb jij dat niet echt, zeg maar, of... Ziyech is sowieso hard, man, broer. Maar Zidane moment, het is de allerbeste Zidane kaart. Als we sorry Ziyech krijgen, pakken we hem wel nog. Tuurlijk, ga. Dit kan ook een goede zijn. Ik zeg eerlijk, je bent goed bezig, hoor. Riquelme of Rui Costa? Of... Dat zijn de twee beste kaarten van deze vijf. 100%. Hey, deze man heeft gewoon goed... die Legends hebben gewoon met iedereen goede chemistry ofzo. Ja, man. Precies. En al helemaal dus als je dus Portugal. Oh, ja, ga voor Portugal dan, toch? Rui Costa. Stabiel, man. Ik zeg je eerlijk, je maakt echt een goed team, man. Ja, nu wil ik voor Isco gaan, man. Okay. Om eerlijk met je te zijn. Okay. Weet je waarom? Kijk, Payet vind ik goed. Payet heet hij, toch? Ja, man. Payet. Ik vind hem goed, maar die chemistry moet hoog zijn, toch? Kijk hier, die chemistry is aan op zich. Oké, dit is wat stabieler nu. Als je nu zeg maar naar het team kijkt die je hebt neergezet, de eerste 11 namen, waar vind jij... De keeper, de keeper. Ga je de keeper, waarom? We kunnen niet zonder keeper, toch? Oh, een goeie man. Ochoa, toch? No, wat? Hé,
Hey, die Duitsers zag ik niet moet eens. Maar je moet altijd, die Eikers zijn altijd, die hebben iets speciaals. Ik zou sowieso voor dingen gaan. Maar dat is legend toch? Precies, legend, zoals jij. Net als jou. Ja. Wij zijn ook legend toch? Ja, toch. Stabiel. Goed, even een vraagje. Als je nu kijkt naar het team zoals je nu hebt neergezet, wat hebben we nog nodig om zo direct 4 keer te winnen, denk je zelf? Zeg maar, waar denk je echt van, hey, ik wil echt nog daar een... Die rechtsback moet weg. Oké. Okay. Die Kam, Isco. Isco, ook niet goed genoeg. Nee, en die kale Pereira. Daniela Pereira. Die moet ook ik weg. Heb er op zich wel vertrouwen in. Ik denk dat het wel komt. Toch? Jawel. Gaan we de Aal. Dit is een goeie. Kijk. Gerard gewoon. Die man is gewoon... Hij is goed hoor, Gerard is heel hard. En hij is zeker beter dan Isco. Ik zou hem op Isco zetten. Oh, ik kan hem gewoon daar zetten. Ja, tuurlijk man. Kijk, dit is prima. Dan is Zidane onze aanval, Rui Costa aanval. Eng. Eriksen? Ja. Waarom Eriksen? Leg me uit. Ik zou Eriksen nemen, hem zetten op Gerard. En ik zou Gerard dan op Danilo Pereira zetten. Ja. Maar niet doorvertellen. Nee, ik moest nadenken. Kijk, zeg maar, ja, voel je zet hem voor Danilo en dan wissel je Gerard. Ja, supersterk. Dat zie ik wel. Eigenlijk zijn we nu best wel klaar. Kijk, op zich toch? Ja, op zich zijn we wel ready, maar als die spits nog iets beter kan zijn, dan zijn we echt actief. Weet je wat het is? Ronaldo is een topkaart hoor, alleen het is niet zijn beste versie toch? Dat is ook eng hoor. Ja, Kimmich. Daarmee gaan we dat doen, ik denk dat je het heel goed gedaan hebt. Toch? Yes. Als ik jou vraag, hè, hoeveel duimpjes omhoog moeten de mensen geven op deze video? Wat denk je nou? Wat is ongeveer gemiddeld wat je... Dat ga ik niet zeggen hoor. We gaan gewoon puur op jouw gevoel uit. Gewoon zomaar gewoon? Puur. Je bent trouwens zelf ook begonnen met YouTube, hè? Ja, maar... Even tussendoor, jongens. Ja, check dat sowieso. Abonneer, like. Wat ga je doen? Een beetje vlogs en... Ja, een beetje die kant op. Ik ga ook waarschijnlijk muziek uitbrengen. Hard. Ik heb heel veel liggen, dus... Hard. Dus dan ga je misschien ook als vlog laten zien hoe je die muziek, studio's... Precies, hoe je die muziek maakt en hoe het gaat. Ja, toch? Heel dik. Check dat sowieso. Hoeveel duimpjes omhoog? Ongeveer. Ik heb echt als we hem winnen, laat ik zo zeggen. Als we hem winnen. Dat 10k is wat... of zo, toch? Is dat goed? Is dat is wel veel. Is dat maar veel? Ik weet niet. Is dat echt veel? Wat is gemiddeld? 10k is heel veel. Ik denk dat mijn beste video 6000 heeft, denk ik. Maar ja, wie weet. 5 kop. Zeg maar 5. Maar die zullen zeggen, zullen 5. Zeggen, als we hem winnen, 5k? 5k, jongens. 5k, dat kan gewoon. Jullie kunnen dat. Like gewoon die video, bro. Goed, Oes. Dit is de tegenstander. De eerste tegenstander. Wat vind je ervan als je naar kijkt? Ik vind dat je een beter team hebt gemaakt. Wie is dat rechtsbuiten? Dat is Sar. Nessim zijn favoriete speler. Sar. Word je niet echt geïntimideerd als je dit ziet? Drie verdedigers. Bro, drie verdedigers, dit mag het zien. Bro. Jij was altijd een aanvaller, toch? Ja, man. Maar, je speelde niet af. Dat moet vandaag wel. Anders wordt het lastig, man. Anders wordt het echt lastig. Hoe zitten die tribunes volgens corona, toch? Ja. Heel goed, vriend. Links. Oh, links ruimte. Perfect. Scoren. Dit is jouw goal. Ja. Dit is jouw goal. Dit is jouw goal, bro. Ik zit lekker. Sterk, man. 1-0. Belangrijk. 28e minuut. Zinedine Zidane. Zidane, man. Zijn haar is uitgevallen. Kon ook niet anders, maar heel goed, man. Top. 1-0. Ik ben onder je daar. Een beetje ver wel, maar... Schiet maar anders gewoon, hè. Bro. Sheesh! 2-0. Hij gaat weg, denk ik. Hij drukt op start. Ik denk dat we onze eerste race kunnen hebben, man. Ik denk het ook, man. Let op. Ik denk dat hij weggaat. Ja. Wat een rondje. Moet op een rondje klikken, toch? Hé, later, man. Je maakt kans op die kaart en een pakje koekjes. Je weet het, gaat. Volgende ronde, let's go. Let's get it. Goed. Hermanos Hermanas van Team Janico. Het koekje was op. Hoe was hij? Tweede ronde, dit is de tegenstander Ronaldinho en Ronaldo. Dat vind ik wel gevaarlijk, man. Ronaldinho? En Ronaldo. Dat vind ik wel heel eng. Ja, Ronaldinho is gevaarlijk, man. Ronaldo ook, maar ik heb je veel naar Ronaldinho gekeken vroeger? Ik ben fan, ultra fan van Ronaldinho, man. Zal ik even mijn foto laten zien die ik met hem heb, hoor. Goed, boys. We gaan er voor de tweede ronde. Let's go. Dit is een goal, hè. Oh. Penalty, nee, man. Vond jij dit een penalty? Ik vond het geen penalty, man. Ik vond het echt. Ik wilde wel de bal raken, man. Shit, man. Kijk wie die keeper is. Oh. Als ik die keeper ben, ben ik waar voor. Wie is het? Wie is blauw? Jij, oh, ik ben het, jij, man. Ik hoop dat ik hem haal. Waar denk jij? Links. Ik denk jij links? Ik denk rechtsonder. Oh. Nee, ik zei toch links, man. Vieze Rick. Goed. We spelen goed, hoor. Wachten. Daar iets meer rust. Terug. Hey, dit is man is aan. Hij is aan. Let's get it. 1-1. Wow. Hey, dat deed ik gisteren met jou, man, broer. Shit, man, broer. Lekker, man. 1-1. Belangrijk, we gaan door. Kom Engel op. Engel goal. Oh, hier was. Ja, geen penalty meer, alsjeblieft. Broer, deze goal slaat nergens op. Ja, bro. Ik zeg eerlijk, maar het was gerucht. Hey, broer, die man. Nee, toch, bro. Mag niks meer wachten. Nee, toch, bro.
Kan niet, man. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Kan niet, man, broer. Even serieus, man. Kijk voor jullie, man. Dit is niet normaal. Oké, hij speelt goed. Ik zeg eerlijk, hij speelt goed. Hij is niet hard. Maar wat er gebeurt is niet normaal. Echt, ouwe. Wow, yo. We gaan er dan. Nou, nog niet uitkomen toch, bro. Niet uitkomen, bro. Hé, dit mag niet op dit ding, bro. Hij speelt alles. Goed, voor onze eigen veiligheid. We gaan het opnieuw proberen. We nemen jullie mee terug. Gooi de duimpje omhoog of omlaag, ja. Opnieuw. Gaan we het nog hebben over wat er net gebeurde of gewoon niet? Oh, god. We moeten wel. We moeten winnen, man. We moeten winnen. Oké, laten we de 4-2-2-2. Bro, helemaal snoep alsjeblieft op komen. Laten we de 4-2-2-2 pakken. Oké, we beginnen met Suarez. Dan Ronaldinho. Breng hem. Ronaldinho. Oh, nu moeten we wel, hè. Kijk, dit begint even beter, man. Zanetti. Kante. Mm-hmm. Dit is heel slecht. Dit is heel slecht. Crespo of Bergkamp? Kies maar. Bergkamp. Okay. Die kan mij heel sterk, hè. Lodi. Sterk. Oh mijn god. Kijk dit team. Ronaldo weer, maar die gaat sowieso niet spelen. Ik vond hem zo slecht, hè. Klaar. Goed. En dan was Hermanas van Team Janico. We gaan een tweede poging wagen. Het is toch al het einde van FIFA en we willen gewoon die draft winnen. Gooi het duimpje omhoog, we gaan ervoor. Let's go. Yes. Goed. Hermanos. Sweaty Team is de tegenstander. Hey, ook hun hebben... spelers. Ik wou net zeggen, ook hun hebben Zanetti, Ronaldinho en Zidane. Kante is even een 9. Als je terugkijkt naar net, zeg maar. Op zich ging het gewoon best wel goed, toch? Los van die tweede wedstrijd. Die eerste ging perfect. De tweede hebben we ook goede momenten gehad. Maar dat zat gewoon niet helemaal mee. Nee. We gaan gewoon op. De tweede wedstrijd ben ik het gewoon niet mee eens, man. Nou, man. Ja, broer, die is voor ons. Bom. Geniaal. En zo, zo is het een beetje gewoon. Je krijgt hem terug. Super sterk, man. Killer, hoor. Killer, hoor. Ben je terug? Ja. Ja, is goed. Dan krijg je hem terug. Bro, je bent echt een killer in de spits, ouwe. Spits voor het doel, want ik prik zeker. Lekker, gaat hier. Wauw, deze man is eng, hoor. Hij doet enge dingen. Respect voor zo'n man, ik zweer het je. Hé, je doet eng. Bam, 4-0. Maar gaat niet weg, hè. Goed, volgende tegenstander, Joga Bonito. Weer die Ronaldo en Neymar. En die Neymar is misschien wel de beste speler van het spel. Neymar, wat vind je van Neymar trouwens? Hey, Neymar nee, hij is team of the season. Oh ja, ik zie hem, man. Neymar is keihard, man. Hou je van hem naar hem te kijken? Ja, man, broer. Veel flair. Maar ik vond hem harder bij Barca dan bij PSG. Ik heb een leuke vraag voor je, man. Als er een speler is, zeg maar, op wie jij leek vroeger qua spel. En dan bedoel ik niet, zeg maar, dat je even hard was, had, totaal niet, maar... Ik had ook een bijnaam in de buurt. Kijk, dat wil ik weten. Afalai, Ibrahim Afalai. Vind ik grappig. Bro, Ashraf zei dat ook al. Dat hij heel erg fan was echt? Van Afalai. Ja, man, dat hij daarom zelfs voor PSV is. Hard, man. Ja, ik zeg eerlijk. Ik vond Afalai ook hard. Ik was altijd voor Ajax, maar als Afalai speelde, was ik voor PSV. Mm-hmm. Door. Wat? Man doet rare dingen ook, man. We krijgen weer een penna tegen, maar dit deed hij wel heel ziek. Ja, dit deed hij heel ziek, man. Geef hem die props. We krijgen weer een penna tegen, ouwe. Rechtsonder. Rechtsonder. Nee, toch, hij heeft je dat wordt ons niet gegund, man. We mogen niet door of zo. We gaan het hier. Jawel, we gaan door. Koppen. Je bent 1-1, speel. Nu! Schiet! Ja! Lekker, jongen! Man. Oh mijn god. Hey, Brad, ik heb het gewoon warm met man. Dit is niet normaal. God damn it, man. Oh, ik zweet me helemaal kapot. Verdiend, man. Shit, man, bro. Oh mijn god, dat is een rechter nog. Oké, alsjeblieft focus. Alsjeblieft focus nu. Geen tegengoal in de verlenging pakken. Pak aan. Nu! Ja, lekker! Wat een paas, ouwe broer, perfect. Kom maar, Asha. Perfect. Ja, toch, ik kan. Door. Nou, Asha, dit is een goal. Als je hem afgeeft, is het een goal. Broer, ik. Oh. Hey, hij gebruikte die keeper, hè? 1 minuutje hebben we nou. Yep. Op daar weg. Wat gaat hij doen? Bro, open goal. Het is klaar. Hermanos, Hermanas van Team Janico. Gooi de duimpje omhoog. Die 5000 komt steeds dichterbij. We gaan hem winnen. Ja, jongen. We zitten in de halve finale en we nemen jullie mee naar de volgende tegenstander. Let's go. Yeah, allemaal zijn voor hem. Kijk op die paas. Vierkantje. Zag hem, man. Nee, toch, bro. Je kan niet zo scoren, man, broer.
4 keer krijgt hij hem terug op een van de wonderlijke manieren. Het is ongelooflijk, man. FIFA, man. Ongelooflijk, man. Geef Ronald. Schiet. Broer, je bent 1-1. Doe het. 1-1, jongen. God, wat een spanning de hele tijd, jongen. Kijk met wie we scoren. Uitgerekend de rechtsback. We hebben 1000 kansen gehad, hè. Wel een mooie goal, ik zeg je eerlijk. Lekker, man. Rot op, man. Kan toch niet, man, broer. De laatste fucking seconde scoort die man met Ronaldo nog, hè. Met Ronaldo. Hey, daar gaat het al. Pas terug. Ik ga het gewoon wat proberen. Speel. Bro, speelt hij daar. Tik hier. Is naast je daar? Ja. Je krijgt hem nog één keer terug. Kijk, spit. Schiet! Je hebt hem. We gaan weer verlengen, jongen. Dit is toch niet normaal? Maar wat is dit? Wat gebeurt er, jongen? Deze wedstrijd slaat nergens op. Het slaat nergens op dat hij hem scoort. Maar onze goal is ook, je weet toch, is onterecht. Het slaat nergens op. Naast, terug. Bro, dit is zo. Ik score. Ja, toch. We zitten in de finale. We zitten in de finale. 120ste minuut plus 100. De tering, broer. Ik heb geen idee of de kijkers zeg maar meekrijgen hoe lijp zeg maar die spanning al de hele tijd is vanaf het begin van deze hele draft. Ik weet niet of hun dat mee gaan krijgen. Dat ze denken van wat overdrijven ze nou. Het is gewoon niet normaal. Het is niet normaal. We zitten in de finale. Laatste wedstrijd, jongen. Oké, luister jongens. Als wij deze draft winnen, dan brengen we de kaart hoogstpersoonlijk langs. Samen gewoon. Samen, toch? Naar de winnaar. Ja, toch. Okay. We moeten wel winnen als we niet hebben gewonnen. We moeten winnen. Jullie doen de duimpjes omhoog en wij brengen die kaart bij één van jullie langs. Jullie weten al wat jullie moeten doen. En wij weten het ook. We gaan het doen. Come on. Nee toch bro. Hoe dan? Zo makkelijk. Hoe? Ben ik rapper nu? Hoe dan? Scheidsman, broer. Hoe kan dat? Kom op, man, bro. Wat gebeurt hier? Hij gaat dwars. Bro, hij gaat dwars door hem heen. Ja, man. Scoort hij niet gewoon met zijn buik of zo? Wacht, let op die herhaling. Ik vind het echt heel moeilijk om positief te blijven nu, weet je dat? Ik zweer het, kijk dit. Ik hou me wat is woord. Dit? Ik wil niks verkeerd wat? Zeggen. Broer. Mag ik eindelijk een keer doorheen zijn? We hebben hem. Natuurlijk, 2-1. Heel belangrijk, vriend. Het kan nog, man. Het is zo'n lastige wedstrijd, jongen. Alles zit tegen, maar we proberen gewoon echt ons best te doen, man. Ja, het is klaar. Huh? Bro, ik heb dit nog nooit gezien in mijn hele leven. Dit heb ik nog nooit gezien, ouwe. Heb je gezien hoe hij die paas geeft? Het was een soort glitch of zo. Bro, kijk hoe die paas wordt gegeven. Dat was gewoon een actie, toch? Nee. Hij wipt hem op of zo in een soort rare... Ja, dus achter je stambeen, kijk. Ja, maar dat hoort niet, broer. Dat heb ik nog nooit gezien. Ik heb dat nog nooit gezien. Maar we hebben wel verloren, man. We hebben wel gestreden. Ja, man. Goed, hermanos y hermanas van Team Yaniko. We hebben gestreden. Finale gehaald. Het zat heel erg tegen. Maar ja, we hebben denk ik wel laten zien dat we een goed duo waren. Wat belangrijk is voor de kijkers, sowieso bedankt voor het kijken, dat sowieso. Maar je maakt dus nog steeds kans op deze kaart en jij wilde er nog wat over zeggen. Ja, we hebben niet gewonnen, maar we gaan hem wel langsbrengen. We gaan hem wel gewoon langsbrengen. We hebben het even over gehad. Dus doe gewoon sowieso mee. Wie weet staan we binnenkort voor je deur. Met deze kaart, gooi je duimpje omhoog. Volg hem op YouTube en op Instagram, Oussama Ahmoud. En laat hieronder weten waarom je de kaart zou willen winnen. En we zien jullie super snel weer. Bah! Adios.